We hebben erin gerekruteerd. Vanaf volgende maand begint dat te bieden. Maximiliaan wordt Abdou. Jongen toch. Het is 4:20. Ik was wakker om pipi te doen. Dus ik dacht, ik ben nu toch al wakker. Ik kan mij toch hier goed nu maar volsteken met eten dan. What the fuck? Wat heb ik nou allemaal zitten in de frigo? Zoete aardappel van gisteren. Tijdens de Ramadan heet dit suhoor, de maaltijd voor zonsopgang. Het plan is eigenlijk zeer simpel. Ik ga me echt gewoon vol rammen met eten, maar echt rammen. En dan hopen dat ik het overleef tot de avond. Breakfast of champions. Als er één iets is waar ik echt goed in ben, is blijven eten, ook al zit ik bomvol. Dus dit stuk zou echt super makkelijk moeten gaan. In de tussentijd ook al zoveel mogelijk water drinken. Mijn grootste angst is dat ik straks ga wakker worden en al ga denken, ik heb honger. Oké, volgende snack. En mensen die zeiden tegen mij, 's ochtends, je gaat niet kunnen eten. Jullie onderschatten mij. Ik was een klein, dik kindje, hè. Dat dik zakje zit nog altijd van binnen, hè. En hij mag een keer hallo komen zeggen. Terwijl ik nog derde ontbijt maken. Zoveel mogelijk havermout eten, want dat geeft echt een verzadigd gevoel voor lange tijd. Smakelijk. Zijn mijn overburen eigenlijk wakker? Nee. Gaan de havermout al in de microwave steken? Amber, doe ik mee aan de Ramadan. Lekker geneten vandaag, ga je ook niet, hè, meid. De havermout is klaar. En als je nu afvraagt, Maximiliaan, waarom doe je één dag mee aan de Ramadan? Zoals jullie weten, ik geef les in het middelbaar. En een van mijn leerlingen, genaamd Uslem, heeft mij uitgedacht om een keer een dag mee te doen. Ze was er heilig van overtuigd dat ik het niet ging kunnen volhouden. Dus Uslem, ik deed enkel en alleen om u tegendeel te bewijzen. Hè. Zou ik nog kunnen eten? Ja. Wil ik dat? Nee. 2,5 glazen water, dat zal genoeg zijn, zeker. Ik ga mijn tanden poetsen. Al morgenochtend mag ik ook geen water meer drinken, dus ik ga dat nu nog doen. En in mijn bedje kruipen. Dus ik zie jullie binnen 5 of 6 uur. Amen. Let's go, hè. Samen, stay strong, Ramadan. Mijn mond is extreem droog. Ik heb geen honger, maar ik zou wel echt kunnen eten. Gaat het dan een probleem worden of niet? Ook al de eerste reality check. Mijn kat mag wel eten en ik niet. Begin er de laatste jaren ook achter te komen dat ik echt continu domme beslissingen maak. En vandaag maken we geen uitzondering. Hoe dom ben ik om naar de Colruyt te gaan op de dag dat ik beslis om mee te doen aan de Ramadan? Online staat er, en dat is blijkbaar ook zo, dat de profeet Mohammed heeft zijn vasten, of breekt elke dag het vasten, met 3 dadels en water. Nu, ik heb water thuis, maar ik heb geen dadels. Dus ik vind, als ik het doe, wil ik het goed doen. Dus ik ga achter dadels en ik ga dan ook van de eerste keer mijn andere boodschappen doen. Ik denk, zeer dom, want ik heb honger. Dus ik ga gewoon alles willen kopen van eten. Ze zijn mij aan het testen, hè. Dat is al het derde testerke dat ik tegenkom. Het was een zeer domme beslissing. Terwijl ik mijn boodschappen uitlaat, misschien een keer uitleggen wat Ramadan is. Ramadan is de 9e maand van de islamitische kalender. En volgens Google is dat een maand van zelfreflectie en vasten. In die periode mogen ze van zonsopgang tot zonsondergang niet eten, niet drinken, niet vloeken, niet jaloers zijn, niet roken en ook geen seks hebben. Ik heb alleen mijn rechterhand, dus seks hebben zal al niet moeilijk zijn. Of dat masturberen ook. Maar al jokes aside, denk ik wel echt dat ik moeite ga hebben met niet vloeken. Ik vloek de laatste tijd zeer veel. Het is ook, hoe laat is het momenteel? 11:15. Ik heb nog niet per se honger, maar het begint wel zo. En ik ga nu iets zeer dom doen, hè. Ik weet het, hè. Maar ruiken mag toch. Dat mocht ik niet gedaan, hè. Ik bedenk mij nu dus ook, er zijn mensen dat dit combineren met echt een arbeidersjob, hè. Nee. Goodbye. Misschien een beetje raar wat ik nu ga zeggen, maar het is momenteel 2:30. En ik heb wel zo'n onderliggend gevoel van honger, maar niet zo van, ik heb honger, dat niet. En, dit vind ik zeer raar, ik heb het gevoel dat ik mij veel meer kan concentreren. Mijn concentratie is echt. Hallo daar. De concentratie en ik weet niet wat nog allemaal hebben ruimte gemaakt voor verwarring en ijl. Het is ook moeilijk aan het worden. Ik vraag me ook af of dat slim is om te gaan trainen of niet. Hoogstwaarschijnlijk niet, hè. Nog 5 uur.
Kijk, het was dit of nog 3 uur in mijn zetel zitten. En dat ging echt niet gebeuren. Ik kwam ook tot de constatatie, ik moet geen rugzak meedoen naar de fitness, want ik mag toch geen water drinken. Dus, I love it. Is niet waar. Ik ben echt aan het sterven. Dit gaat ofwel de slimste beslissing zijn, want dan kunnen we 1 uur of 2 overbruggen. Of dit gaat de topste beslissing zijn. En ben ik binnen 1 uur of 2 echt kotsmisselijk. Mijn buikje knort. Trainen, zeer dom. Plus, op de weg naar huis was ik op TikTok aan het scrollen en ik kom dit tegen. Jack's Dining Room. Gewoon een TikTok dat alleen maar over eten praat. Want hoe laat is het nu? 6:30. Wat als ik nu gewoon nog 2 uur naar eten kijk en dan eet? Of nog 3 uur. Ah. Kom aan, nog 3 uur. Amai, ik heb zoveel honger. Oké, de honger begint echt zeer hard toe te slaan. Ik ga nu vlug naar huis rijden. Ik ga andere kleren aan doen en dan ga ik afspreken met Ilias. En dan gaan we samen iftar eten. Ik denk dat ik oprecht afgelopen maanden lang niet meer zo hype ben geweest voor eten. Wauw, wauw, wauw. Wauw, 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 wauw. Dadels zijn ondertussen ook al opgegeten. Vergeet te filmen. Wat is het? Hongerig. Veel te na hoe lang? Maar heel lang. Een veel langer dan 8:30. Het is nu 8:30. Ik heb om 3 uur, ik heb mijn wekker gezet om 3 uur om iets te eten. Ja, 17 uur niets gegeten. Dadel naar binnen. En dan aan Ilias gevraagd om iets te eten in Antwerpen. Want ik moest toch iftar vieren met een echte moslim, dacht ik. Moet toch. Dus... En ik ben echt een rassige moslim. Ja. Voor wat staat Ramadan nu eigenlijk? Ramadan is een maand waarop je eigenlijk je moet richten naar God toe. Meer dan normaal. En ook gewoon meer medeleven moet tonen aan de medemens die het minder heeft. Daarom eten we nu voor het eerst. Maar dit mag eigenlijk echt niet. Je moet het zo behouden. Je mocht geen seks hebben. Ook. Ah nee. Maar seks sowieso niet, hè? Wat? Tot huwelijk. Geen seks, hè? Mag masturberen. Na het eten, wanneer je... Ja. Niet tijdens het vasten. Niet tijdens het vasten. Na het eten. Ik ga eerst een hap vastleggen voor de lieve mensen. Ik weet niet waar te beginnen. Motherfuck. We sluiten nog niet echt af, hè. Ik wil nu gewoon nog weten, hoe was het vasten vandaag? Ik heb vandaag meegaan aan de Ramadan. En? De Ramadan. Vind je het jammer dan? Spijt gehad, man. Zeer spijt. Ik vond het wel chill. Ik vond gewoon het laatste uur heb ik wel veel afgezien. En moest ik gewoon mogen drinken, was het chill geweest. Eten kan ik wel nog aan. Ja, toch? Ik ga vanaf nu denk ik wel intermittent fasting doen. Oké. Okay. Halve moslim. Lekker, man. We hebben erin gerekruteerd. We hebben erin gerekruteerd. Vanaf volgende maand begint dat te bieden. Maximiliaan wordt Abdou. We willen jullie allemaal bedanken om te kijken tot het einde van deze video. Als je tot hier bent geraakt, laat het even weten in de comments. Wie een duimpje doet omhoog, jouw moeder stinkt. Wauw. Maar nee, duimpje omhoog is goed, hè. Nee, duimpje omlaag. Duimpje omlaag, moeder stinkt. Duimpje omhoog. Je mama ruikt naar Rituals. Goeie parfum. Bye bye.